Generation What is een Europees onderzoek bij 18 tot 34-jarigen. De bedoeling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe jongvolwassenen in het leven staan, anno 2016. Wij vroegen ons af hoe de oudere generatie hierover denkt. De kikkerin, precies. Ik noem dat persoonlijk geen muziek. Het is de meezinger, hè. Porno, ja, dat mag niet. Dat porno mag, geen porno. Porno, nee. Geen porno. Wij konden daar zo niet achter zoeken. Daarmee hadden wij er ook minder last of plezier van. You know, some parents have a special thing on their computers that will, you know, that will block that, which I think is a good idea. Respect was er dat vroeger bij ons dan meer. Misschien wel. Maar wij zijn nog wel in een heel andere periode grootgebracht. Wij hebben veel meer respect voor onze ouders. Ik denk dat de jongeren meer respect hebben dan de mensen denken. You know, TV, internet, there's a lot of that. Facebook zeker. Al jullie privéleven erop komt, ze weten tot ik weet niet hoe ver. Van alles en nog wat, van internet en Facebook en Google en ja, ik weet niet wat allemaal. But the internet even shows them how to build a weapon, a bomb. Omdat ze van mij zeggen, je bent een dwarsligger. Ik zeg daarop, op dwarsliggers legt men sporen. Je moet problemen leren oplossen en niet van, oh ja, nu ga ik maar seks zoeken bij iemand anders. Learn as much as you can. Learn a few languages because the world now is shrinking.